De aanleiding voor de tentoonstelling persoonlijk bij mij lag in deze zaal. Die we maakten 7 jaar geleden of 5 jaar geleden, ik weet het niet precies meer. Afscheidstentoonstelling van Wim van Krimpen over de 20e eeuw. Heb ik toen een zaaltje ingericht met alle cubistische schilderijen van rond 1912, 1914 die wij in het gemeentemuseum hebben. En dat zaaltje wilde ik per se daglicht hebben. Dus dat hing daar allemaal heel braaf aan de muur. En ik heb daar een paar keer echt volkomen verbijsterd in dat zaaltje gestaan, omdat ik dacht van wat is dit ongelooflijk mooi. En toen dacht ik van hij heeft dat zelf ook kunnen zien op die tentoonstelling bij Kunsthandel Walrecht in 1914. Hier rechtsonder op de pagina, onder een advertentie voor het Palais de Danse op Scheveningen, zoals dat hier in Den Haag heet, staat een aankondiging, Kunsthandel Walrecht, tentoonstelling 16 juni tot 16 juli 1914, waar Mondriaan 16 van zijn cubistische schilderijen toonde die tussen januari 1912 en juni 1914 ontstaan waren. Zijn laatste werk, eigenlijk. En wij hebben daar zelf dus niet zo heel veel van in de verzameling. Maar we kunnen er wel een mooi zaaltje mee vullen. Dus ik dacht van, nou, het zou wel eens een idee kunnen zijn om die tentoonstelling opnieuw samen te stellen. En eens te kijken of dat niet net zo mooi is als dat ik denk dat het is. Dus het ging mij eigenlijk in eerste instantie vooral om de schoonheid van het beeld. Daarnaast dacht ik van, het is misschien ook interessant om al die spullen eens een keer bij elkaar te halen. Omdat je dan zelf kan zien wat Mondriaan zelf voor ideeën had over waar hij op dat moment stond. Voordeel was dat Joop Joosten al het werk al gedaan had. Dus ik dacht van nou, dat hoeft in ieder geval niet meer gedaan te worden. Joop had deze advertentie gevonden onder andere en had de hele zaken in kaart gebracht. Maar ik heb er toch nog wel een aantal dingetjes bij kunnen vinden. Hier zien we die grote rode pijl. Geeft aan waar Kunsthandel Walrecht aan het Smitswater gevestigd was, naast Café de Posthoorn. En hier zien we, kijk, dat zwarte dingetje, dat is aan het Spitsplein waar Kunsthandel Walrecht gevestigd was. Hier zien we het enige echte ware bewijs dat de composities die Mondriaan, zeg maar de teksten die Mondriaan achter op de schilderijen aanbracht en die Joop allemaal keurig op een rij gezet heeft. Voor de catalogue Raisonné van 1998, dat ook werkelijk de werken zijn die bij Kunsthandel Walrecht getoond werden. Dat is een kleine sticker die er zo slecht aan toe is dat die eigenlijk steeds verder afbrokkelt. Dit is een foto uit het einde van de jaren 90 van het schilderijtje Composition nummer 11 uit de verzameling van het Kullen-Müller Museum. En tot mijn grote schrik ontdekte ik toen ik de foto van de achterkant kreeg nu dat het nog verder afgebrokkeld is. Dus dit soort fotootjes zijn echt zeer essentieel. Het papier is totaal vergaan, dus dit deel is nu weg. En dit hele deel is weg. Dus we weten eigenlijk niet meer dat het een sticker is van Kunsthandel Walrecht. Maar door de goede zorgen van het museum en van Joop weten we dat het destijds te koop was voor een prijs van 100 gulden. En gekocht is door mevrouw Krullen-Müller, die dat niet kon laten staan natuurlijk. Dit zijn de schilderijen. En het grappige is, dit zijn dus van composition nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. En toen Mondriaan op 25 juli, dus een week na de sluiting van de tentoonstelling, naar Den Haag kwam, of naar Holland, heeft hij dit schilderij meegenomen, wat eigenlijk min of meer toegevoegd werd aan de tentoonstelling. Waarschijnlijk omdat iemand, we weten niet wie, dit werk gekocht heeft en dat hij dit werk eigenlijk toevoegde om te verkopen aan Gritti Smit van Stolk, vrouw van een havenbaron uit Rotterdam, die ook wel zo'n ding wilde hebben. Maar uiteindelijk toen ze het werk thuis kreeg, vond ze het eigenlijk toch wel een beetje listig om dat schilderij ergens op te hangen. Dus toen heeft ze het maar in het trappenhuis naar de bovenetage gegaan, waar de jongens er de hockeybal tegenaan gooiden. Op weg naar hun slaapkamer. Maar composition 1 tot en met 16. En het grappige was, meteen toen we ermee bezig gingen met het project, was dat de meest recente werken, de meest horizontaal-verticale verdelingen, in de eerste zes
schilderij zitten. Dan volgt een groep werken waar eigenlijk zeg maar de kleurstellingen vooral geel, oker, grijs zijn. En de composities eigenlijk veel, veel losser in elkaar gezet zijn. En dan volgt een groep werken waarvan je kunt zeggen, ja, dat, wat is daar nou precies aan de hand? En dat zijn werken die volgens mij een overgangsfase vertegenwoordigen. Eén werk wat heel erg dicht ligt bij deze groep, maar wat nog wel duidelijk een aanleiding heeft in de werkelijkheid. Dat is in de catalogus hebben we dat door de analyse van het schilderij duidelijk kunnen maken. Dit komt uit een particuliere verzameling uit New York. Dit werk is van de verzameling Tiso Bonamisa. En ik denk dat dit een schilderij is wat dat is heel doorwerkt, heel erg doorwrocht, heel erg opnieuw overschilderen, weer opnieuw eroverheen. En ik denk dat dat een schilderij is wat heel belangrijk is geweest voor het in gang zetten van veel losser geschilderde werken in deze groep. Dan hebben we een werk wat ook weer een overgangswerk is van deze groep naar deze groep. Dat is de compositie uit de verzameling van het Van Abbe Museum. En samen met het schilderij uit het Stedelijk vormen die allebei eigenlijk een werk wat weliswaar nog een grond heeft in de natuur, maar wat heel erg, wat dus nog wel heel erg dicht ligt bij die aanleiding die in de natuur ligt. Hier is dat een uitzicht uit het raam van de Gare Montparnasse, op de Gare Montparnasse vanuit het atelier. En dit is een tekening boom, daar kom ik dadelijk nog op terug. Dat is ook in de tentoonstelling goed te zien. En dit is een werk wat eigenlijk uit de collectie Beiler. En de koerier die het werk kwam brengen, dat vond ik wel grappig. Die zei van, god, het is eigenlijk wel een heel bijzonder schilderij. Eigenlijk hangen wij het nooit op. Want we vinden het eigenlijk helemaal niet zo heel goed, omdat het eigenlijk misschien wel een schets is. En het grappige is dat dit werk, denk ik, misschien wel het werk is wat Mondriaan geschilderd heeft. En in Parijs, en waar het hem voor het eerst lukte om vanuit de grijze boom en vanuit de eerste werken die hij maakte in Parijs en die nog heel erg op Van Dongen zijn geïnspireerd, iets te maken wat een zelfstandigheid had, maar wat ook weer op een boom gebaseerd is. Dus we hebben eigenlijk drie groepen. En ik heb geprobeerd de tentoonstellingsruimte bij Balrecht te reconstrueren. Dat is niet gelukt, want de bouwtekeningen zijn weggesmeten door de gemeente. Hoe de kavel precies in elkaar zat, is verder eigenlijk ook niet meer te reconstrueren. Maar ik vermoed dat het een gewoon woonhuis is geweest in Den Haag. En dat het dus op de benedenetage een voorkamer, een tussenkamer en een achterkamer had. En dat dus in de voorkamer deze groep getoond is, in de tussenkamer deze groep en in de achterkamer deze groep. En daarmee heb je eigenlijk ook een hele grappige indicatie. Ik wil daarmee eigenlijk ook aansluiten bij het verhaal wat Frans vertelt over hoe enorm invloedrijk Mondriaan geweest is voor kunstenaars uit de 20e eeuw, maar ook voorbeeldstellend, dat zo'n installatie in drieën dus eigenlijk ook weer terugslaat op het evolutietriptiek, op de theosofische uitgangspunten die Mondriaan had. Waarbij alles eigenlijk in drieën wordt verdeeld en dat evolutie ook iets is wat in drieën plaatsvindt. Alleen draait hij de boel om, toont hij het meest recente werk in de voorste zaal en het laatste werk in de middenzaal en het tussenwerk in de achterzaal. Of het werkelijk ook zo geweest is, of het zo tentoongesteld is, durf ik natuurlijk niet te zeggen, want daar heb ik geen bewijs voor. Ik heb een chronologie gemaakt. Ik dacht van, nou, dat is heel handig, want dan hoef ik eigenlijk alleen maar te vertellen wat Joop Joost al op een rij gezet heeft. Dus dat is gewoon overschrijven. Maar gaandeweg lukte het door een combinatie te maken met alles wat in Parijs gedaan, wat tegelijkertijd in Parijs plaatsvond en wat tegelijkertijd in Nederland plaatsvond. Door een combinatie daarmee te maken, lukte het om nog een heleboel gegevens daarbij te krijgen. Daar zal ik verder niet op ingaan, maar dat zijn allemaal kleine details. En vervolgens ben ik alle restauratoren, conservatoren uit andere musea gaan benaderen met de vraag van, zouden jullie mij willen helpen met het heel nauwkeurig materieel technisch beschrijven van al die schilderijen, zodat we nu eindelijk eens kunnen uitvinden wat Mondriaan precies deed. Dus we noemen het altijd kubisme, wat hij in deze werken deed. Maar is dat dan werkelijk zo en wat moeten we daar precies onder verstaan?
In 1915 schreef Mondriaan aan Auguste de Meester Obreyn een mooie brief, waarin hij zijn uitgangspunten nog eens even op een rij zet. En daarin viel mij het volgende citaat op, dat de eenmaal verworven kennis van schilderstechniek enzovoort, dat is ook Piet Mondriaan, dat hij dan altijd dat enzovoort erbij zet, dient mij ook nu bij de betrekkelijk nieuwe techniek van dit werk. Dus kennelijk had hij in 1915 het idee dat de schilderijen die hij gemaakte in 1914 en in 1915, dat dat een betrekkelijk nieuwe techniek was. Nou, wat is dan die betrekkelijk nieuwe techniek? Dat is eigenlijk, was het doel voor mij van het materieel-technisch onderzoek. Hij zegt, ik ben door vroeger werk gegroeid tot wat ik nu ben. Het ene volgde uit het andere. En dat is meteen ook weer de theosofische, antroposofische inslag. Maar die betrekkelijk nieuwe techniek, dat wilde ik eigenlijk onderzoeken. En dat daar verwarring over was, blijkt al meteen uit de meest geïnformeerde mensen die Mondriaan tegen is gekomen. Guillaume Apollinaire schreef in oktober 1912 dat Mondriaan een blindelings soort kubisme maakte in totale onwetendheid van de wet van volumes en zijn inspiratie komt van Van Dongen. En dat is heel grappig, want dat kon Apollinaire niet uit zijn eigen duim zuigen, of dat kon hij niet aan de werken zien. Maar dat moet hij van Piet Mondriaan zelf gehoord hebben. En het grappige is dan dat als je beseft dat dat geweest is in oktober 1912, naar aanleiding van de tentoonstelling in Parijs, waar Mondriaan werk toonde, dat dat was een tentoonstelling waar 7000 kunstwerken te zien waren. En dat het Mondriaan dus gelukt is om de belangrijkste criticus van dat moment erbij te slepen met aan zijn oren. En te vertellen wat hij zelf op het oog had. Wat hij dus zelf bedoelde en wat hem bezig hield. Dus Mondriaan was, dat vond ik echt een opvallend ding in het onderzoek. In het kunsthistorische deel van het onderzoek. Dat Mondriaan iemand was die dus voortdurend ongelooflijk aan de weg timmerde. Wat ik niet in het boek heb opgenomen, maar wat wel, wat ik hoorde een paar weken geleden, waar was de familie Holtzman hier op bezoek, de rechthebbenden. En die vertelde dat ze van Marinetti een tweetal uitgaves nog in de estate hebben zitten. Met een opdracht, twee boeken van Marinetti. Die gesigneerd zijn met een uitgebreide opdracht. En die opdracht is uit 1919. En die is zo gesteld dat dat is zo direct en zo amicaal en zo dichtbij dat je bijna zeker ervan kunt zijn dat die mensen elkaar beter hebben gekend. Dus dat Mondriaan, die net terug was weer in Parijs, Marinetti veel beter gekend heeft. En als je dat dan beseft, dan betekent dat hij Marinetti al ontmoet moet hebben in de periode 1912-1914. Dat wordt ook weer onderstreept doordat Bendien weet te melden dat Mondriaan op alle openingen was in Parijs en zijn gezicht overal liet zien. En dat ze hem de bijnaam Piet zie je me niet gaven. Dus dat hij voortdurend eigenlijk bezig was om zichzelf ook te afficheren en neer te zetten en zijn eigen kunst te verkopen. Hij was dus iemand die niet alleen in het atelier heel geconcentreerd, zoals Frans dat prachtig aangaf, op een wetenschappelijke manier zijn project aan het uitvoeren was. Maar het was ook iemand die zeg maar in de wereld stapte en zijn voelhorens uitstak en zichzelf wist te verkopen, zichzelf wist te presenteren. In maart 1913 weet Apollinaire er nog iets aan toe te voegen, dat Mondriaan een erg abstract soort kubisme maakt. Komende van de kubisten bootste hij niet na, lijkt beïnvloed op Picasso, maar hij blijft zichzelf. Dus je ziet dat Apollinaire een beetje in de war is. Dat hij wil het wel graag kubisme noemen, hij wil het ook graag in de buurt van Picasso onderbrengen. Maar dat lukt niet echt. Het blijft toch een beetje op zichzelf staan. En die vreemde Hollandse snuiter blijft toch een eigenzinnig soort abstractie maken. Dus wat is dat nou precies? In de loop van de afgelopen eeuw is daar veel beeldvorming over geweest van heel veel critici, heel veel kunsthistorici, conservatoren van musea, Alfred Barr en William Rubin van het Museum of Modern Art, criticus Clement Greenberg voorop. Die hadden het allemaal over dat het flat en plat en dat het cerebraal is, dat het abstract is. Dus eigenlijk dat Mondriaan in die kubistische schilderijen een toonbeeld is van wat wij zijn gaan verstaan onder modernisme.
Ik denk dat dat beeldvorming is en dat het materieeltechnisch onderzoek laat zien dat het werk zelf iets heel iets anders vertelt. En in technische zin, en daar wilde ik wat verder op doorgaan. Dit is een van de schilderijen van het gemeentemuseum, composition nummer 8 uit de reeks. Dus uit de tweede reeks, gebaseerd op een boom, tekeningen van bomen, die Mondriaan meenam uit Nederland, of uit Nederland naar Parijs, toen hij naar Parijs toe ging. Dat heb ik af kunnen leiden uit het feit dat hij een terugkomende in Parijs in 1919... een enthousiaste brief schrijft aan Charles Slijper, waarin hij aangeeft dat hij de map met tekeningen heeft teruggevonden. Dat hij dus niet verloren is gegaan en dat Slijper zich daarover kan ontfermen. Dat betekent dus dat hij een map met tekeningen voor de oorlog in Parijs had achtergelaten. En dat is een map met tekeningen die hij dus in 1912 meegenomen had uit Nederland naar Parijs toe. En die hem als voorbeeld of als een soort basismateriaal heeft gediend voor al zijn werk. Maar wat dan opvalt in dit schilderij, en het is op een geweldige manier schoongemaakt door Madeleine Bischoff en Ruud Hoppe van het gemeentemuseum. Met hulp van de fondsen van de Bank Giro Loterij hebben we een mooi project kunnen starten de afgelopen jaren. En daardoor hebben we heel veel kennis rond dit schilderij opgebouwd. Wat blijkt is dat hij eigenlijk als een soort Mikado, zeg ik maar, dus hier onderin zie je het eigenlijk nog het allerbeste, een naturalistisch uitgangspunt min of meer ombouwt tot losse lijnstukken die soms gebogen zijn, maar meestal verstrakt, die ook een soort trapachtige vorming hebben, waardoor er een stijgende lijn ontstaat, die ook dan weer wordt ondersteund door dunnere zwarte lijnen. En binnen dat stelsel van die lijnstukken gaat hij dan invullen. Onderlangs is dat heel erg dicht gedaan op een manier die inderdaad te maken heeft met Van Dongen. En naar boven toe heeft dat veel meer te maken met Picasso, met Braque. Losse, grijs-witte lijnstukjes die allemaal horizontaal geplaatst zijn en die naar boven toe ook uitmonden in bijna waterig weglopende, alsof het een beweging is in water. Of een lijn die in bewegend water zichtbaar wordt gespiegeld, wegloopt. Dus het wordt helemaal, het wordt airy naar de bovenkant, ook in de manier waarop de verf wordt opgebracht. En naar onder toe wordt het veel materiëler. En dat is iets wat Mondriaan in deze fase, in die beginfase van zijn, dus in die tweede groep, wat hem heel erg karakteriseert. Dit is een schilderij van het Guggenheim Museum. Waarvan we, ik had het met Roet en Madeleine over, en die vertelden me dat hun handen jeukten. Om dit schilderij nog eens eventjes onder handen te nemen. Want zij denken dat er eigenlijk een veel helderder schilderij onder schuil gaat. Het is behoorlijk vuil. Ik heb samen met Corey Dockenstein, toegevoegd restaurator aan het Guggenheim Museum in New York, 2 dagen naar dit schilderij zitten kijken. En dan zie je dat het hier eigenlijk weer andersom is. Dat hier bovenin de vlakken zitten en benedenin eigenlijk een veel lossere en veel lichtere grijs-witte toets is aangebracht. Ook konden we constateren dat die hele zijkant hier, dus dat grijs wat hier langs de zijkant loopt, dat in een zeer laat stadium is toegevoegd. En dat de voorstelling in eerste instantie dus doorliep tot, of het beeld moet ik zeggen, want het is geen voorstelling meer. Het beeld doorliep tot aan de zijkanten van het schilderij. En dat pas in een laat stadium eigenlijk het meer gefocust is geraakt binnen de buitenvorm liggende compositie. Tegelijkertijd is er in een laat stadium zijn ook in het centrum van het beeld de lijnen steeds meer of behoorlijk aangezet met zwart, waardoor naar binnen toe de contrasten verhevigen, waardoor het schilderij ook de neiging krijgt visueel om in het midden eigenlijk op te bollen en naar buiten toe te komen. Hier zie je een voorbeeld van een detail waarbij waarbij je aan de ene kant kunt zien hoe de eerste lijnen zijn opgezet, heel vluchtig, schetsmatig, met een bruin-rode verf. En daar overheen is met zwart dan zijn lijnen gezet. Maar soms worden de lijnen ook weer half afgedekt door de kleuren, zoals hier.
En dat doet Mondriaan op een of andere manier heel bewust, dat hij soms de lijnen afdekt, soms volgt hij de lijnen wel. En dan zijn het eigenlijk, zoals hier, zijn het twee vlakjes, blijven het, maar wordt de lijn eigenlijk wel weggeveegd. Soms wordt de lijn ook nog weer opnieuw aangezet. Soms blijft die staan. Soms is de streek verticaal, soms is de streek horizontaal. Dus je ziet hem eigenlijk spelen met die verschillende manieren waarop je een vlak kunt invullen. Soms is het ook heel wild. In het schilderij van het Guggenheim, zoals hier waarbij een vlak bijna op een willekeurige manier is ingevuld. Alsof hij zichzelf expres probeert te vergeten. Hier is het alsof hij min of meer vluchtig, vlak voordat hij nog even inkopen gaat doen, denkt van, nou ja, dit is helemaal niks, dat moet anders, dat moet weg. Dan laat hij het toch staan. Soms zet hij er ook opeens weer een hele grote, met een brede kwast zet hij er iets overheen. Het is dus eigenlijk veel minder systematisch, veel minder klinisch dan dat we tot nu toe, denk ik, hebben aangenomen. Of dat het in ieder geval door kunsthistorici in de literatuur is beschreven. Hier zie je een bijna kalligrafisch beeld, waarbij je kunt zeggen van, nou ja, als je nou één lijn wilt zetten, waarom zet je er dan eigenlijk twee naast elkaar? Dat geeft wel iets aan van de manier waarop het gemaakt is. Op dit punt zien we ook, maar ik weet niet of het op de dia goed te zien is, misschien voor jullie wel, voor mij niet zo goed, is dat hieronder ook ondertekening zichtbaar is. Een hele dunne blauwe verf die vervolgens weer met een doek terpentine of oplosmiddel in ieder geval is weggehaald. Hier zie je dat nog beter. Hier zie je eigenlijk dat er hieronder blauwe lijnen schuilgaan, dus in blauw. Dus hij heeft op dit doek in ieder geval heeft hij in eerste instantie met blauwe verf geprobeerd een eerste opzet voor een compositie te maken, die vervolgens helemaal verdwenen is en vervangen is door dit toch weer veel strakkere raster met eerst bruin-rood-bruine lijnen en vervolgens zwarte lijnen. En dan zie je hem met een doekje in de verfvlakken wegvegen, waardoor de zwarte lijnen worden, geweld wordt aangedaan. Of hier met de achterkant van een penseel eventjes een lijn de verf weghalen, waardoor een onderliggend grijze lijn zichtbaar wordt gemaakt. Hier zien we eigenlijk beschadigingen die tijdens het transport of tijdens behandeling van het werk zijn opgetreden. En hier zien we weer zwart-grijze lijnen die over een voorstelling of over over vlakken heen gezet worden. Vlakken die al ingevuld zijn en die vervolgens worden ingevuld. En dat is ook weer een manier waarop Mondriaan te werk gaat. Waarbij de menging plaatsvindt met de onderliggende lagen, waardoor het zwarte eigenlijk grijs gaat verschijnen. Hier zien we hem ook weer tegen een lijn aanschilderen, waarbij de lijn zichtbaar, dat zie je eigenlijk dat hij dat heel vaak doet, dat hij de lijn weliswaar laat staan, maar dan de verf er zo tegen aanschuiven dat het eigenlijk ook bijna niet meer zichtbaar is. Ik kreeg gaandeweg die twee dagen, kreeg ik opeens de associatie dat hij bijna moet hebben staan dansen bij het maken van dit werk. Het is zo losjes in de opzet, dat je eigenlijk vergeet dat hij met die analytische kant bezig is. En dat hij eigenlijk het maken van het schilderij en de ritmiek die in het maken ontstaat gebruikt moet hebben om de compositie onder zijn handen te laten groeien. Dus vanuit de intuïtie van het schilderen, veel expressiever zou je bijna kunnen zeggen dan dat we tot nu toe hebben aangenomen. Veel losser ook, maar tegelijkertijd wel heel erg strak zijn eigen uitgangspunten volgend. Wat we ook vonden was dat hij, toen hij in Parijs terugkwam in 1919, een verdrietige brief schreef aan Van Doesburg dat alle dansgelegenheden in de buurt verdwenen waren. En dat betekent dat hij dus voordat hij terugging naar Nederland in 1914... in ieder geval goed op de hoogte was van alle dansgelegenheden in de buurt van zijn atelier. Dus dat het een met het ander, dat hij in 1914, 1913 al met dansen bezig was en daar een passie in vond, dat zal duidelijk zijn.
We hebben ook gebruik gemaakt van... hoe heet dat? Röntgen en UV, infrarood, allemaal dat soort technische middelen om onder het oppervlak te kijken. En ik wilde, ik bedoel, in de catalogus staat echt een bij elk schilderij hebben we hele leuke dingen gevonden. Ik wilde een paar dingen eruit halen. Dit is het schilderij van het Van Abbe Museum, compositie nummer 15. Een vreemd schilderij, omdat eigenlijk het eerste wat je opvalt als je naar dit schilderij kijkt, is dat rare, merkwaardige ronde balletje, wat eigenlijk als een soort kogeltje in een pinballmachine daar op dat randje ligt te balanceren. Dat je echt denkt van nou, dadelijk valt het naar beneden toe. Dat vindt een echo natuurlijk in dit soort halve ronde lijnstukjes, die eigenlijk vooral naar boven toe in het schilderij heel erg zichtbaar zijn. Dit schilderij is ook weer aan de onderzijde veel stabieler in de kleur en veel, met veel duidelijker afgebakende vlakken die soms toch ook wel weer hun contouren verliezen in het maken. Soms zie je ook dat het, zoals in dit stukje en ook hier dit vlakje, dat is de eerste laag, schetsmatige laag die Mondriaan heeft opgezet. En alle lagen daaromheen, hier is het dus eigenlijk heel dicht met iets van 4 of 5 verflagen. Terwijl dit is eigenlijk maar 1 verflaag. Dat geldt hier, hier zijn het er 2 of 3. En dit is ook maar 1. Dus daar was hij ook mee bezig, om in het maakproces de boel open te houden. Dus zichtbaar te houden voor de kijker, die zich een beetje concentreert op het schilderij en die langer ernaar kijkt. Dat de kijker tot de ontdekking kan komen dat er, hier is een eerste laag, dit is een tweede laag, dit is een derde laag. Dus het schilderij zelf nodigt ook uit tot het onderzoek naar hoe is dit gemaakt. Dit is de doorvallend infrarood foto. Dus je zet aan de achterkant van het schilderij een lamp en vervolgens maak je met infrarood lens, met een infrarood lens op je camera maak je een foto van alleen het infrarode licht wat doorvalt. Kenmerk van het infrarode licht is dat het geabsorbeerd wordt door plekken waar koolstof zit, onder andere. Je ziet ook dat luikje hier en dat luikje hier, waardoor je echt op de eerste verflagen kijkt. Je ziet dat hij hier eigenlijk ook hele andere ondertekeningen heeft gemaakt of elementen heeft in het beeld die in het uiteindelijke schilderij niet meer zichtbaar zijn. Maar wat je ook ziet is lange lijnen die naar boven toe lopen. Ik heb op een gegeven moment, was ik er zo enthousiast over, toen heb ik maar een tekeningetje gemaakt waarbij ik die lange lijnen een beetje gevolgd heb. En dan zie je ook dat bovenin het beeld hier merkwaardige stripverhaalachtige cirkelsegmentjes zitten die eigenlijk... Ja, ik had meteen een associatie en toen dacht ik, jeetje, het zal toch niet waar zijn. Want Kees Bitter, onze papierrestaurator die 30 jaar kennis heeft samengebracht en gestopt heeft in het restaureren en conserveren van onze tekeningenverzameling. Dat project is gedaan met het maken van een hele grote, of het restaureren van een hele grote tekening Dennenbos. Heb ik geen afbeelding van, stom, had ik natuurlijk daar even in moeten zetten. Grote tekening Dennenbos, die precies hetzelfde formaat heeft als het schilderij. En daar, dat is een tekening waar lange dennenbomen te zien zijn die bovenin een hoge kruin hebben. En je zou dus eigenlijk tot de conclusie kunnen komen dat deze lange lijnen een soort overblijfsel zijn van een uitgangspunt in die tekening Dennenbos die aan de basis heeft gelegen voor compositie nummer 15. Wat je daarvoor conclusie uit moet trekken, weet ik niet precies. Het is in ieder geval niet zo dat je kunt zeggen van nou, dit schilderij heeft te maken met, dat is een Dennenbos. Want zo moet je het niet zien. Je zou wel kunnen zeggen dat dit elementje... dat ronde balletje, dat het iets te maken heeft met de lichtbron, die inderdaad ook in die tekening van achteruit het beeld naar voren komt. Van achteruit het beeld verschijnt er licht onder de dennenbomen door. Uiteindelijk gaat het om een abstracte compositie. En heeft Mondriaan zelf ook nooit die aanleiding voor de compositie, dat uitgangspunt, uit de doeken gedaan of daarover verteld. Dus ik vermoed dat... Het is zo dat Mondriaan heel erg gelijk heeft toen hij in 1942 Carl Holti sprak. Een
kunstenaar uit de Verenigde Staten die abstract wilde gaan werken. Die heel erg beïnvloed werd door Mondriaan. En toen Carol Holty de opmerking maakte tegen Mondriaan dat dit soort schilderijen gebaseerd waren op gebouwen in Parijs, blinde gevels, die Mondriaan tegenkwam op wandelingen door Parijs en dat hij daar schetjes van maakte. Toen moet Mondriaan iets geantwoord hebben in de zin van ja, dat was een uitgangspunt. Maar op het moment dat je als kunstenaar je probleem gevonden hebt, vind je overal in de werkelijkheid dat uitgangspunt terug. Dus dan maakt het eigenlijk niet meer uit wat dat je een duidelijk uitgangspunt hebt. Nee, op het moment dat je je probleem gevonden hebt, ben je met je probleem bezig. En dat probleem was het ontwikkelen van een volledig abstracte kunst. Dus dat uitgangspunt was voor Mondriaan eigenlijk helemaal niet meer zo essentieel. Hij ging ook heel vrij daarmee om aan bezoekers aan zijn atelier te vertellen wat voor uitgangspunten die ten grondslag lagen aan dit soort schilderijen. Dit is composition nummer 4 uit de verzameling van het gemeentemuseum. Een werk wat door Lidwien Speleers 2 jaar geleden is schoongemaakt. Restaurator van het gemeentemuseum. En samen met Lidwien hebben we een hele nauwgezette analyse van dit schilderij kunnen maken, waarbij we niet alleen beschreven hebben hoe dit schilderij, wat eigenlijk al eerder bekend was, maar hoe dit schilderij voor het eerst een omlijsting had die het schilderij naar voren drukte. En als je dan gaat kijken naar het schilderij zelf, dan zie je ook in de detaillering dat de lijnen die in het centrum van de compositie staan, dat die harder zijn aangezet. Dus dat de contrastwerking tussen de kleuren en de lijnen in het centrum van het schilderij het beeld eigenlijk naar voren drukken. En dat ook hier, net als bij die compositie van het Guggenheim Museum, in een zeer laat stadium grijs is toegevoegd aan de randen van de compositie. Dat zelfs de signatuur opnieuw is gezet om op die manier het beeld echt een werking naar de toeschouwer te laten krijgen. Hier zien we een detail van het schilderij waar eigenlijk alle verschillende momenten zichtbaar zijn. Dus het opnieuw aanzetten van een zwarte lijn. Zwarte lijnen die worden overschilderd door Mondriaan, die ook dunner zijn en die eigenlijk daardoor ook een beetje wegvallen. Lijnen die grijs worden aangezet. Verf die kleurrijker is langs de randen, waardoor eigenlijk het veldje, wat niet monochroom van toon is, maar een soort ruimtelijke werking krijgt. Bijna alsof hier een soort schaduw is. Dat geldt ook voor dat oker hier, wat aan het wit is toegevoegd. Mondriaan doet dat in deze werken heel vaak, dat hij niet dus een monochroom vlakje schildert, maar een vlakje wat aan twee kanten een werking heeft, waardoor er een soort dieptewerking in het beeld ontstaat. Bijna op een stripverhaalachtige manier. En dit is de strijklichtfoto van ditzelfde schilderij, waarbij je kunt zien dat langs de randen de opbrengst van de verf veel chaotischer en veel ruwer is dan in het centrum van het beeld, waar de opbrengst van de verf vooral in horizontale streken is. En langs de randen en naar beneden toe wordt dat dan eigenlijk ook weer verticaal. Dat had ook weer te maken met de manier waarop het schilderij het licht vangt en dus ook weer met de werking van het schilderij naar de toeschouwer toe een werking had. En dit is een strijklicht of een tegenlichtfoto, moet je zeggen, waarbij zichtbaar wordt dat bepaalde vlakjes op het laatste moment nog weer een andere verflaag kregen, waardoor de olie naar beneden zakte of uit de verf weg zakte en waardoor dus een matte werking ook weer een glanzende werking. Want bij andere vlakken heeft het dus weer een glanzende werking. En met Lidwien samen zijn we tot de conclusie gekomen, dit zijn natuurlijk dingen die toevallig gebeuren in een atelier, maar met Lidwien samen kwamen we tot de conclusie dat eigenlijk de manier waarop dan de verfstreek is aangebracht ook weer erop wijst dat hij daar misschien wel mee gespeeld heeft. Met dus de matte werking en de glanzende werking van verf. Dat eigenlijk een soort cadeautje was wat hij min of meer vanuit de techniek en vanuit het maken van het schilderij meekreeg. Dit is het laatste voorbeeld van dit schilderij. Compositie nummer 1 van de Kimball Museum uit Fort Worth. Niet aanwezig op de tentoonstelling om een hele plausibele reden. Van dit schilderij wordt altijd gezegd dat het gebaseerd is op gevels in Parijs. En ik geloof ook misschien wel dat zo is. Daar wil ik vanaf zijn. Maar zelf vonden we
in het onderzoek, ik heb Claire Berry van het Kimball Museum bereid gevonden om het schilderij nog eens heel nauwgezet. Ze had het al een keer gedaan voor me, maar om het nog een keer heel nauwgezet na te kijken. Dit is de röntgenfoto en uit de röntgenfoto blijkt dat in ieder geval deze rood gearceerde, dikker aangezette lijnen, dat is al in 1998 door een assistent van het atelier in Fort Worth is die deze diagram gemaakt. Dat zijn de lijnen die eigenlijk weggevallen zijn in het uiteindelijke resultaat. En dan zie je dus dat alleen in het centrum van het schilderij de lijnen aanwezig zijn gebleven. Dat naar de randen toe er een veel dichter raster was van lijnen. En je zou zelfs tot de conclusie kunnen komen, en ik denk dat ik daar niet slecht mee bezig ben, dat misschien dit wel een van de allereerste schilderijen is geweest van Mondriaan die heeft opgezet als een regelmatig raster. Dus dat hij begonnen is met het uitgangspunt van een regelmatig raster, wat bij geen enkel ander schilderij uit deze hele groep van werken van Balrecht het geval is. Dus misschien is dit wel het laatste schilderij wat hij in die zin, het meest radicale schilderij wat hij heeft opgezet. Toch in de loop van het proces van het voltooien van het schilderij veel lijnen heeft laten wegvallen. En wat dan opvalt is dat kleine dakje wat hier zit en die vreemde opeenvolging hier van vlakjes en dat rare schuine vlakje hier. En toen had ik opeens, toen ik dat analyseerde, kwam opeens, kijk, dat is dit vlakje en dat vlakje en dat vlakje. En dan ook nog dat vlakje. En toen kwam ik opeens, mede onder invloed van de verdeling van de pigmenten in de röntgenfoto die röntgenstraling tegenhouden. Dat is eigenlijk hier in dit bovenste gedeelte, dat wittig oplichtende gedeelte. Hieronder is dat niet aanwezig. Toen kwam ik opeens op de associatie dat als je hier boompartijen denkt en hier denk je dat dakje en hier denk je eigenlijk het naar binnen lopen een schilderij in. En ook hier, dit is die opeenvolging van die steeds kleiner wordende vlakjes, is eigenlijk ook een soort introductie het beeld in. Dat is iets wat eigenlijk in deze aquarel uit 1898 precies hetzelfde gebeurt. Dus de structuur, ik zeg niet dat het dus helemaal gebaseerd is op ditzelfde, maar de structuur van deze voorstelling is misschien wel de structuur van deze voorstelling. En in die zin zou dus het allerlaatste werk, composition nummer 1 uit de tentoonstelling, te maken kunnen hebben met het allervroegste werk wat Mondriaan als uitgangspunt voor een compositie genomen heeft. Dat is eigenlijk, volgens mij is dit het, denk ik. Is dit het? Ja, dit is het. dank u wel voor uw aandacht. Ja.